Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Robin Phoenix Plays Ark Survival Evolved. En we zijn alweer bij aflevering nummer 7 in dit tweede seizoen. En we staan hier vlak bij mijn basis. Intussen is het metaal allemaal alweer teruggespond. Dus dan ga ik eens even lekker rustig hakken. Wat gaan we nog meer doen? Ik ga toch echt proberen nog een kwetsel te krijgen deze aflevering. Ik hoop dat ik daar een paar mensen hier van de server daartoe de bereid krijg om mij daar een beetje mee te helpen. Want dat moet je met z'n tweeën doen, aangezien de beesten blijven vliegen. Dus hopelijk mag ik onder een argentavus van iemand hangen, als iemand al zo'n beest heeft. Of nog zo'n beest heeft. Zodat we er eentje kunnen neerknallen. Maar goed, ik ga eerst eventjes hier achter de schermen deze metal allemaal weghakken weer. En dan kom ik zo bij jullie weer. Tot zo! Zo, en daar zijn we weer. Ik heb intussen al het metal omgesmolten. Wat we gegraven hebben net van de berg. Of gehakt hebben. Ik heb hier 83 stuks over. En ik heb 83 stuks in mijn smithy gezet. Want ik moet nodig mijn pickaxe repareren. Even kijken. Metal pickaxe. Repair. Want die was bijna kapot. Hoppakee. Nieuwe pick. Oké, ik heb eens even na zitten denken wat we nu kunnen gaan doen. De kwetsel zit er niet in vandaag. Maar een argentavus hebben we wel nodig. Want als ik dino's wil verzamelen, dan moet ik ze toch ergens parkeren. En aangezien ik hier boven op de berg zit en deze pteranodon ze niet omhoog kan tillen. Ja, dan moeten we toch iets anders gaan proberen. Dus we gaan op zoek naar een argentavus. Even naar deze berg vliegen. Hopelijk vind ik er daar één of twee. Ah, hier hebben we weer onze kwetsel. Of is het een andere? Nee, dat is dezelfde als vorige aflevering. Hopelijk blijft hij hier rondvliegen. Als er dan iemand online is, dan kan ik daar samen mee. Kijk eens, daar hebben we twee argentavussen. Dat is eigenlijk al een beetje veel. Die zijn misschien wel mated. Drie argentavussen. Oké. Vier argentavussen. Vijf. Ik zie er vijf. Oké. Argentavussen zat. Eerst maar zo'n veilige plek zien te vinden. Waar ik gewoon op ze kan jagen. Want ik wil gewoon hier land. Kijk, hier hebben we argentavussen zat. Dus even zien of we er een leuk leveltje tussen zien vinden. Level 7. Die kan ik niet raken vanaf hier, denk ik. Hebben we niets in de buurt? Je zet er wel goed, hè? Ja. Eens even zien. Moet ik even onthouden deze berg. Want hier hebben we obsidian, crystals en iron. Oftewel metal. Kan ik jou hierheen lokken, argentavus? Of raak ik je dan weer niet? Mis. Nee, die is gewoon te ver weg. Dat schiet niet op. Moeten we er toch echt eentje zien te vinden. Moet ik dan toch maar naar beneden gaan waar die vijf waren? Misschien kunnen we er eentje isoleren. Eens even zien. Dat was hier ergens. Dat zijn er drie. Daar hebben we een scorpion beneden. Dat is wat minder. Dat betekent dat ik hier niet echt makkelijk kan gaan temmen. En we hebben daar een carno in de verte. We moeten ook nog een carno temmen. Die moeten we carnosientje noemen. Dat heb ik vorige seizoen vergeten. Was een suggestie van iemand. Had ik beloofd. Ja, ga ik doen. Glad vergeten. Welk level ben jij? Niet dat ik je nu kan gaan halen, want ik kan je daar niet bovenop. Alsjeblieft zeg. Beetje zakken dan. Zo moet ik je toch kunnen zien. Echt gewoon irritant. Ik kan nog steeds niet goed richten met het ding. Zo, een level 12, een female. Nou, dat is in principe goed voor carnosientje. Maar goed, daar kan ik nu niks mee, want ik kan hem nergens kwijt. Ik moet eerst een argentavus hebben. En als ik die hier nou naartoe lok, kan ik die wel raken vanaf hier. Zullen we het eens proberen? Was die raak of was die mis? Die was mis. Dit gaat heel veel pijlen kosten zo zonder dat ik kan richten. Die was raak. Nee, die was ook mis.
Kom op, eentje raak. Eentje, dan komt hij hierheen. Nee, mis. Oh, die landt hier dicht in de buurt. Ik hoop dat ik dit overleef. Auw. Hij heeft er in ieder geval vier in zijn neus zitten. En hij vliegt wel weg, dus dat is mooi. Ja, als het goed is, komt hij zo weer terug. En hij is neer. Gaaf. We hebben een Argentavis. Even zien. Een level 4. Nou, dat is niet super hoog. Verrek, ik heb mijn spullen niet bij me. Oké, ik ga even kijken of ik wat prime meat kan halen. En ik ga even naar mijn basis om daar narcotics te halen. En dan ben ik... Kom ik hier nou niet meer op, serieus? Kom jij dan maar naar beneden. Kom eens. Goed zo. Goed, dan ga ik even spullen halen en dan ben ik zo bij jullie weer. Nou, onze Argentavis is er bijna. Nog één hapje, als het goed is. Dan is hij er. Ik heb nog een beetje parameter in zitten, al is het bijna verlopen. Maar dat geeft niet. We geven hem nog één narcotic. Gezien de 40 bijkomen, zitten we dan mooi op 700. Ja, 700. Remote use. En dan één hapje. Ik heb intussen het een en het ander aan obsidian gehakt hier en crystals. Die zitten hier in zijn inventory. Want dat hebben we straks nodig voor het volgende levels. Met wat nieuwe apparaten en zo. Ik geloof dat we met elektronics nodig hebben of zoiets, maar ik weet het niet eens precies. Oeh, het wordt hier ijskoud. En ik heb mijn torch nog wel aan. Goed, schiet eens op. Vreet eens een beetje door, dan kunnen we terug naar de basis. En dan moeten we natuurlijk een zadeltje voor je maken. En dan gaan we eens op jacht naar wat andere dino's. Want met een Argentavis kan ik ze wel dragen. Met die Pteranodon niet. En dan kan ik ze veilig naar de basis dragen. Of ik denk naar waar we metal hakken, zeg maar. Daar kunnen ze niet zo 1, 2, 3 vanaf. Tenminste, dat hoop ik. Tenzij ze er vanaf springen, maar dat zien we dan wel weer. Het is in ieder geval een veiligere plek om te temmen dan hier op de berg. Ik heb wel een beetje moeten verdedigen tegen wat Argentavis en andere beesten. Maar het is tot nu toe goed gegaan. Hij is een beetje beschadigd. Hij is half dood. Taming efficiency is slechts 81,6. Dat komt omdat ze nog steeds geen kibbel hebben. Maar het met vlees doen. Met prime meat. En we hebben een Argentavis. Woehoe! Nice. Close. En dan moeten we hem een naam geven. RP. Argendragis. Hoppakee. Following me. Prima. Dan gaan wij, hup. Volg je mij nou nog? Yes, mooi. Dan gaan we naar de basis, als ik die kan vinden in het donker. Deze kant op, geloof ik. Ik kan het niet zo goed zien. Maar ik zie hier een rots uitsteken. Dus dat zal daar wel zijn ongeveer. Komt hij nog achter mij aan? Nee. Waarom niet? Ja. Ik moet wat langzamer vliegen zo te zien. Oké, eens even zien. Ik weet niet eens of ik hem überhaupt al wel kan maken. Volgens mij was hij bij level 50 of zo. 45. Aha, level 55 pas. En we zijn nu 35 als ik me niet vergis. Ja. Dan moet ik er nog 20 levels bij halen. Voordat ik op een Argentavis kan zitten. Oké. Geeft niks, we hebben nog genoeg te doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eens eventjes bij Petje langs. Want Petje die is druk bezig met deuren, geloof ik. Dan gaan we eens eventjes kijken. Ik wacht even tot de dag wordt en dan vlieg ik die kant op. Zie jullie daar. En toen was er Jurassic Ark. Mijn hemel, wat is hier allemaal gebouwd? Hier is Petje bezig. Dit is een onderdeel van een mod. En het schijnt, wat is dit ding trouwens groot? Het schijnt als je hem open doet dat je wat hoort. En ik kan hem niet open doen. Ik kan hem niet open doen. Oh, mijn muziek staat te zacht. Options. Music.
Je hoort Jurassic Ark op de achtergrond. Dit is Jurassic Ark, Jurassic Park op de achtergrond. Dit is echt gaaf. Wacht even, mijn geluid weer goed zetten natuurlijk. Music omhoog, master volume omhoog, apply moet je doen, zak. Zo, dat is beter. Kan ik nog een keertje omhoog? Open? Ah. Dit is gaaf. En hieromheen allemaal van die elektrische fences, mensen. Hier komt geen dino in. Dit is elektrisch aan de buitenkant. En aan de binnenkant zit kogelvrij glas. Dus het is ook nog eens goed tegen PvP. Dit ziet er echt vet uit. Dit wil ik ook. Hier gaan we voor sparen allemaal. Dit wil ik even laten zien. Dit is echt een apart eiland daarvoor. Echt een Jurassic Ark eiland. Dit is het zuidoosten van de kaart. Gaat die muziek weer. Het zuidoosten van de kaart. Een klein eilandje. Dat is het herbivore eilandje. Hier is geen vijandige dino te vinden. Dus het is lekker vredig. Ideaal om dino's te klonen hier. Goed, we gaan weer eens even serieus aan de gang. Want ik moet nog een hoop levels halen. We moeten 20 levels halen. Daar gaat de muziek weer. Ik hoor de muziek zelfs op een afstand. Volgens mij is dat een foutje in de mod. Maar goed, dat geeft niet. Ik moet nog 20 levels halen voor een eigen tafelzadel. Gaan we mee aan de gang. Oké, zo, daar ben ik weer. Ik heb tussen aardig doorgewerkt. Ik ben level 51. Na heel veel omhakken van bomen en het weghakken van stenen en metaal en weet ik veel wat. En dan nog heel veel dingen gebouwd. Ik heb aardig wat gecraft. Wooden walls, ramps, ladders en weet ik veel wat. Want we moeten heel erg veel gaan maken hier nog. Ik wil hier eigenlijk een verdieping op maken. Met een klein randje zodat je hier bovenlangs kan lopen. Misschien met wat interne balkonnetjes. En dan nog twee muren erop en dan het eerste dak. Dus ja, daar had ik heel veel voor nodig. Wat ik ook nog heel veel nodig heb, wat ik nog steeds aan het craften ben, denk ik. Ja, die is nog lang niet klaar. Allemaal metal spikes wall. Ik heb er ongeveer 80 in de maak staan. 85 geloof ik. Maar goed, we zijn level 51 en dat betekent dat we eindelijk ons Argentavenzadel kunnen maken. Dus laten we eens even gaan kijken. Oh, level 55. Ah, ik dacht level 50. Never mind, kut, overnieuw. Vier levels erbij nog. Tot zo. Damn it. Zo, en als het goed is ben ik nu een leveltje omhoog. Of ik weet wel zeker dat ik een leveltje omhoog ben. Dus even zien. We zijn nu level 57. Twee te veel. Maar dat geeft niet. Kunnen we eindelijk ons zadel maken. Eens even deze metal weer teruggooien in onze forge. 1, 2. Hoppakee. Mooi. Dan gaan we eens even kijken wat we nodig hebben voor zo'n zadel voor de Argentavis. Als het goed is staat hij in de smithy ergens. Waarom staat hij niet in de smithy? Omdat ik hem eerst moet onderzoeken. Argentavis, saddle. 21 XP, zo, dat is niet goedkoop. Huppakee. En nu moet hij in de smithy staan, toch? Hallo? Waarom staat hij niet in de smithy? Die moet je toch in de smithy maken? Argentavis, nee, blijkbaar niet. Oké, dan niet, ook goed. Gaan hier kijken en dan hebben wij nodig. Hide, fiber en keratin. Oeh, dat heb ik nog niet, denk ik. Eens even kijken, hides. 350 hides. Waar is mijn kast met hides? Crystals, obsidian, hides. Dan ben ik alweer kwijt wat ik voor nou meer nodig had. Korte termijn geheugen. Fiber, 185 en 150 chitin of keratin. Nou, dat heb ik gelukkig. Dat valt er mee. En fiber. Fiber is een kastje ernaast. Hoppakee. Gaan we. Argentavenzadel. En craft. Oh, komt 50 high tekort. Lees dan ook goed, man. Idioot. Hier, deze kast. Hoppakee. Nou, als je het nou niet meer kan, dan weet ik het ook niet meer. Crafting. Oké, eens kijken. We hebben 16.043 punten. Hoeveel krijgen we erbij? Even wachten. Nog even wachten. Pizza. Oeh, behoorlijk wat puntjes. Daar moet ik eigenlijk heel veel van maken. Dan kun je tenminste levelen. Maar ja, het kost zoveel. Even kijken, Argentavis. Argendragis heet die trouwens. Saddle. Hoppakee. En we kunnen rondvliegen op onze Argentavis. Dat is level, wat is het, 6 geloof ik.
Stelt niet zoveel voor. Eens even kijken. We kunnen er nog wat XP in gooien. Ik wil mijn health omhoog hebben. Ik wil de weight omhoog hebben. Dan zijn we level 7. 5? 7? 7 toch? 7? Ja, 7. Mooi. Goed, ik ga hier eens een beetje bouwen. Zoals ik zo straks al zei, eventjes een ramp hier rondom bouwen. Nog wat muren neerzetten. Kijken of ik een plafonnetje kan bouwen. En ik wou eigenlijk ook hier en daar wat van die stone pillars plaatsen. Die heb ik hier ergens in zitten. Waar zijn jullie? Stone pillars. Hallo? Ik had er 80. Ik kijk er gewoon strak overheen, weet ik zeker. Ah, hier, 100. Vandaar. Die gaan we overal neerzetten. En dan kunnen we daar leuke muurtortjes aan maken. Zodat we hier binnen wat verlichting krijgen. En er landt hier een Pteranodon zomaar midden in mijn basis. Welk level ben jij? Hallo? Level 1? Wat is level 1 nou? Shout op. Vlieg weg. Vlieg op. Mag ook. Ik zie jullie zo weer. Gaan even aan de gang hier. Zo, staan er een paar pilaartjes. En hier een balkonnetje naar binnenkant omheen met wat railings. Het begint al ergens op te lijken. Ik moet alleen nog even kijken hoe ik de dak erop ga krijgen. Oh, wacht even. We hebben level op onze Argendragers. 11. Mooi. Het wordt wel wat. Oké, nu ik toch een Argentavis heb, kan ik eindelijk zo'n bever pakken, hoop ik. Eens even kijken of die hier nog zijn, als ze niet gedespawned zijn. Er zaten er gisteren 3. Gisteren, zo straks. En nu zit het er helemaal geen meer. Waar zijn de bevers? Een stukje doorvliegen. Misschien zitten ze hier onder de bomen in het water. Nu. Dit is wel een mooi stukje trouwens. Bever. Bever. Geen bever? Zijn die allemaal uitgemoord hier, die bevers? Aha, daar is een spinosaurus. Dat verklaart een hoop. Oké. Jammer. Ik ga toch op zoek naar bevers, want bevers schijnen erg OP te zijn en super handig voor hout. Mogelijkerwijs nog beter dan mammoeten. Mammoth. Dus ja, even zoeken naar bevers. En dan, wat is dat? Is dat een bever? Nee, dat is een steen. Blinde vink. Oké, bevers. Eindelijk. Eens even kijken. Jij bent een level 4. Dat is niet, je lijkt trouwens ook een beetje op een stinkdier. En er was er nog eentje hier. Oh, die zit daar in het water. Waar ben je nou? Oh, ik heb zo'n hekel aan die stethoscoop. Nee, stethoscoop. Nee, wat die dingen? Spyglasses. Nou, eerst die level 4 maar eens pakken dan. Waarom dan? Huh? Ik zit vast in de grond. Wat krijgen we nou? Oké. Gelukkig gaan we weer. Waar is dat stinkdier? Daar. En grijp. Ik zeg grijp. Ik kan hem niet optillen of zo. Zo, nou heb ik hem. Hè? Beetje glitchy hier in de ark af en toe, maar dat geeft niet. We gaan. Even kijken, waar zou ik dat beest neerzetten? Is het verstandig om dat in mijn houten huis te doen? Heeft dat nog? En toen was mijn stamina op en stortte ik naar beneden. Dit gaat geweldig. Leuke opnames dit. Fucking hell. Oké, drop de bever. Land de Argentavis. En vol. Oké, bever pakken weer, hoop ik. Kom eens hier. Yep. En dan is de donder naar boven. Ik gooi hem gewoon in mijn huis. Als hij me opvreet, nou ja, dan bouw ik het wel weer opnieuw. Oké, bever. Mooi. Stappen wij af. Pijlenboog. Tenminste, ik hoop dat ik hem zo moet temmen. Oké, hij valt dus aan. Rennen. Die beesten zijn retensterk, blijkbaar. Hij gaat om een muur heen vreten. Nee. Passief. Hoe gaat dat? Fluit. Oh, fuck. Nee, wat is de fluit voor passief?
E, nee, wat was het? Toets ook alweer. Zo, passive. Nou, ik ben benieuwd of we hem nog kunnen redden nu. Ga neer. Hij is zwaar gewond. En hij is neer. Waar zijn mijn vogels nu? Jij bent hier. Ga jij hier eens landen. Waar is mijn andere? Op het dak. Kan ook. Mag ook. Goed. Even kijken. Dan hebben we knuckleberries nodig. Nee, niet knuckleberries. Narcotics. 25 zou genoeg zijn. En toen zat mijn vogel weer achter mij aan. Jongen, jongen, jongen. Dino management. Eerste klas. Serieus. Landen. Goed. Nou, dan ga ik even wat major bedsen verzamelen. En dan gaan we dit beest eens eventjes even goed temmen. Aha, we hebben een castoroïde getemd. Fantastisch, onze eerste bever. Het heeft aardig lang geduurd. Maar we hebben hem. Dan moeten we hem een naam geven. Hoe noem je een beaver? Beavers? Beavers. Dan moeten we eigenlijk nog een butthead hebben. Aha. Dan gaan we nog een bever halen. Goed idee. Tot zo. Ik heb intussen 3 bevers. Dus dat betekent dat ik er 1 te veel heb. Het is toch een laag level. En hier op Jurassic Ark Island, zeg maar, er zijn geen bevers. Dus ik denk, ik ga even Petje en een bevertje brengen. Moet je eens kijken hoe dit eruit ziet. Dit is bijna echt Jurassic Park. Pteranodon die hier voorbij vliegt. Een haven. Grote deur. Dit ziet er echt epic uit. Maakt het eruit waar ik die bever neerzet? Nou, denk het niet. Laat ik hem even achter het hek zetten eerst. Want ik moet hem even hernoemen natuurlijk. Want Beavis, dat is weer zo'n rare naam voor Jurassic Ark. Eens even. Oh, wauw, die vloer heeft allemaal verschillende kleuren hier. Dat is gaaf gedaan. Eens even die beverdump hier. En even landen. Dit is wel... Even kijken, hoe heeft hij dat gedaan? Verschillende hoogtes zo te zien. Dit is net zo'n halve cirkel eromheen. Dat is echt wel gaaf. Nice. Even zien, waar is mijn bever gebleven? Hier. Dus, dan geef ik jou een andere naam. Change name. Deze kan ik er wel voor laten. Hoe noemen we jou? Jurassic Bark. Oké. En dan moeten we die nog even op wonder zetten natuurlijk. Maar niet hier binnen de deur. Dan moet ik hem weer even buiten de deur zetten. Argendragus. Gaan we weer. Hopelijk kan ik het beest in één keer optillen. Dan zetten we hem gewoon ergens op het eiland neer. Waar hij lekker los kan rondlopen. Grijp hem. Even zien. Hier mooi in de bomen, in de bossen. Hoppakee, dumpen dat beest. Landen. En dan zetten we hem op wonder. Wonder. Enable wandering. Zetten we hem op neutral. Als hij aangevallen... Ja, niet op aggressive natuurlijk. Neutral. Prima. Enable wandering. Nee, niet op neutral. Want als hier dan wat gebeurt, dan kan het... passive. Dat is beter. Zo, we hebben onze bever vrijgelaten. Het lijkt een beetje op een stinkdier, maar... Ik denk dat de gasten van dit park dat wel zullen zien. Als de gids het tenminste uitlegt. Goed, nice. Dan gaan we even terug naar ons huis. Auw, ik loop tegen een boom. En dan gaan we daar even verder. Want wij gaan een brug bouwen naar ons metalen... Ja, wat is het? Ik wou zeggen eiland, maar dat is geen eiland. Grote rots, zeg maar. Naast onze basis staat nog zo'n ding waar ik heel veel metaal vandaan haal. En als we daar nou een brug overheen leggen, is dat een stukje makkelijker. Ik ga even wat voorbereiden en dan laat ik het jullie zien. Zo, en daar zijn we weer. 2 bevers, Beavis en Butthead, heb ik zelf hier gelaten. die zijn mannetje en vrouwtje, dus daar kunnen we kleine babytjes kweken. En als we het goed doen, kunnen we daar steeds een hoger level van maken. Ik heb dat nog nooit zo heel specifiek gedaan, maar dat gaan we proberen. Maar niet nu, want daar heb ik toch eerst elektronica voor nodig. We gaan eerst een feeding trough bouwen. Oftewel een voedselbak voor alle beesten. Dan hoef ik ze niet elke keer met de hand te vullen. Even kijken, daar hebben we nodig wood, thatch en fiber. Laten we dat eerst even gaan pakken. Hier hebben we wood en thatch. En fiber zit ernaast, dat is mooi dichtbij. Zou ik er 2 bouwen? Kan dat?
Throth. Finning Throth. 1. Wat kom ik tekort? Thatch. Oké, dan gaan we eventjes weer terug. Nog een Thatch. Oeh, ik moet weer Wood en Thatch halen. Ik ben er bijna doorheen. Nee, of door de Thatch dan. Throth. Moeilijke naam. Oh, Wood hebben we ook weer nodig. Tuurlijk. Hoppakee. Hoppakee. En Throth. Oké. En dan gaan we nu eens even naar de bruggen kijken. Want ik wil ook een brug bouwen. Bridge. We kunnen al houten bruggen maken, maar ik wil het liefst... metaal is het mooiste, maar dat kan ik nog niet bouwen natuurlijk. Laten we eens even de stone bridges leren. En ik kan de metaal ook alvast leren, alleen dan hebben we vast heel veel metaal voor nodig. Laat ik eens even kijken. Metal bridge. Even kijken. Kan ik die in de hand craften? Of moet ik daarvoor naar het smithy toe? Nee, dat kan. Zo, even zien. 150 fiber, 100 thatch, 100 wood, 30 flint, 80 cement paste en 300 ingots. Nee, dat wordt hem niet. Stonebridge dan. Gewoon een stonebridge. Kijk, daar hebben we wat minder van. Oh, daar hebben we ook cementing paste voor nodig. Maakte je ook alweer cementing paste? Dat was stone met... gaan we even opzoeken. Zo terug. Ik weet het alweer. Ik heb het even nagezocht. Ik loop de verkeerde kant op. Ik heb het nagezocht. Cementing paste, dat maak je door stone met de chitin of keratin samen te voegen. En dat doe je dan in je mortar en pestle. En dan komt de cementing paste uit. Ik ben eventjes een extra voorraadje aan het maken. Dat heb ik mezelf aangeleerd. Als je wat maakt, maak dan even wat extra. Je hebt dat altijd weer nodig. Nou, dat laat ik wel even zitten. Dat laat ik ook wel even zitten. Goed, ik heb intussen mijn feeding throgs neergezet gewoon, dat we het Nederlands houden. Dus daar kunnen ze zelf uit eten. En dat kun je zien of ze eruit eten door dat kleine icoontje boven hun. Dan zie je heel in klein, in het semi-transparant, een trog staan. Boven het hartje in dit geval. Hier in het midden. Dus ze worden allemaal gevoerd daardoor. Ik heb er 2 geplaatst. Daar staat er 1 en daar achteraf staat er 1. Zodat dit hele eiland, of ja, deze hele rots, gevoed wordt, zeg maar. Dat is mooi. Ik heb intussen de voorraad voor mijn bruggen, gepakt. Bruggen. Stone bridge. 150 fiber, 200 thatch, 100 wood, 30 flint, 250 stone, 50 cementing paste en 1 rare mushroom. Die mushrooms die kun je trouwens farmen door met je pickaxe op een stuk kristal te rammen. Met een beetje geluk komt er dan een mushroom uit. Maar we hebben er eentje, craft item. En terwijl we die maken gaan we eens even kijken, want hij moet eigenlijk hier komen. Want we moeten naar die overkant daar. Dus ik denk dat ik deze muur er even uitram. Ik hoop dat ik daarbij niet de hele handel in laat storten. Nee, mooi, dan kunnen we hier een deuropening in maken. En dan hoop ik dat die brug hier past, want anders moet ik mijn halve huis aanpassen. Oké, even kijken. Dit is een beetje tricky, die bruggen. Wacht even. Oh. Hij koppelt zich aan de... foundations. Dat is wel gaaf. Laten we hem zo neerzetten. En dan moeten we hem nu alleen nog groter en langer maken. Dat doen we door het menuutje te gebruiken op E. Dit is wel gaaf. Dit gaat feilloos over. Dit is nice. Even zien. Menu. Pick up stone bridge. Short stone bridge. Nee, ik moet hem bigger. Bigger. Dan wordt hij groter en langer van. Breder en langer. Ik weet niet hoe big we hem kunnen maken hier. Gaat hij hier mijn huis in natuurlijk. Dat is weer wat minder. Dan moeten we deze muren er ook uitrammen. Dan moet ik hem even verplaatsen. De Demolish Stone Wall. Blijft het boven daar hangen? Laten we het hopen. Anders stort de boel in. Oeh, dat blijft hangen. Dat is mooi. Oké, dan moeten we deze in het midden plaatsen. Mag ik het minuutje even hebben? Pick up Stone Bridge. Haha, we hebben hem weer in ons menu staan en dan plaats ik hem hier in het midden. Gaan we het nog een keer proberen. Moeten we hem weer even langer maken. Alhoewel, ik kan hier... Nee, dan moet ik er nog één bouwen. Laten we dat maar niet doen. Kost veel te veel. Even zien, menu. Bigger size. Bigger size. Ik geloof dat we rond de 4 moeten komen. En hij gaat met 0,1 verlengen elke keer. Dus dat duurt wel even. 1,5. 1,6. 1,7. Gaat dit hier nog goed? Nou,
Hij wordt ook wel vet veel breder, zeg. Hopelijk werkt dit. Anders moet ik hem weer verplaatsen. Dan moeten we even een andere plek zien te vinden. Laten we tenminste maar eens eventjes die grootte zien te geven. Gaat het hier nog goed? Nee, dan gaat hij de muur al in zeker. Bijna. Dit worden ook wel hele grote leuningen. Ik hoop dat dit gaat werken. Waarom heb ik daar meer ruimte over dan hier? Of lijkt dat alleen maar zo? Nee, dat komt omdat deze muur er zit. Oh. En waarom kan ik hier nou niet gewoon doorlopen? Omdat die ook verhoogt of zo? Dit gaat ook niet werken. Oh, nou wel. Moet je precies tussendoor lopen. Oké, maakt niet uit. We gaan hem eerst eventjes kijken of ik hem die lengte krijg. Goed, die brug hier rechtstreeks aan vast, dat gaat niet werken. Ik heb het ook al daarboven geprobeerd. Is ook niks, dus ik heb overal muren uitgeramd. Ik heb even bruggen bijgebouwd, want één brug gaat niet werken. Want dan wordt hij veel te breed en dat wordt lelijk. Dus ik wil hem gewoon zo houden. Kan ik hem alleen verlengen misschien? Short bridge, pick up, reset, save, bigger. Even major adjustments, want dan gaat hij niet met punt 1, maar iets hoger. Dan moeten we hem even gaan kantelen. Wop. Dat is iets te hoog. Minor adjustments. Rotate down. Dat is 9. Ik denk dat 8 genoeg is. Yep, oké. Okay. Nou hoop ik dat ik genoeg bruggen heb om aan de overkant te komen. En anders bouw ik er gewoon nog een paar. Als het goed is zet ik deze er gewoon aan vast. Flikker bijna er vanaf zeg. Dat is 2. Ik wil hem namelijk niet zo groot hebben. Dat is nergens voor nodig. Er hoeven hier geen dino's overheen vooralsnog. Alhoewel. Misschien wil ik dat in de toekomst wel. Laat ik deze even wegpakken weer. En dan moet ik even... Waar stopt deze brug en waar begint de ander? Sta ik op de helft hier ongeveer? Ik gok erop dat het hier ergens is. En anders val ik heel hard naar beneden. Pick up stone bridge. Woe! Dat was mazzel. Goed, dan gaan we toch nog even wat groter maken. Even kijken. Dit is wel even gepriegel hoor, zo'n brug. Major adjustments. Dan wil ik hem wat bigger hebben. Oh nee, ik wou hem... Stomme sukkel, hij moet hier eerst weg. Pick-up. Want ik wil hier eerst een foundation plaatsen. Die had ik niet voor niets gepakt. Oké, gaan we eerst... Obstructed? Hoezo obstructed? Waarvan dan? Omdat daar een klein stukje rots is? Nou, misschien moeten we daar... ceilings neerzetten dan. Foundations heeft geen nut. Heb ik ceilings... Ceiling. Ja, dat is een beetje te veel. Hallo. Hallo. Zo. Had ze flats. Hoppakee. Mag dat er wel aan? Gelukkig. Daar kunnen we altijd nog een stone van maken hoor. Maar ik doe het eerst even zo, zodat ik weet hoe het eruit ziet. Nog eentje doen. Dan is eens even kijken of de brug er aan vast kan. De brug kan hier aan vast. Kunnen we er nog een ceiling op zetten? Yes. En hier ook? Mooi. Loop eens naar voren. Wat is dit voor gedoe? Hoppakee. Goed. Brug. Poging nummer 684.226 of zo. Major. Ik wil hem 10 keer zo groot. En nou gaat hij 10 keer omhoog. Rotate. Up. Ja, dat is iets te hoog. Dus dan doen we minor adjustments. Rotate down. Rotate down. Oké, nice. Dan kunnen we nog iets breder maken. Major. En dan size 3. Ja, dat is hem wel ongeveer. Oké, dus size 3.
Je moet er even onthouden. Dan lopen we hier naartoe. En dan pakken we onze tweede brug. En die gooien we er zo aan vast. En toen werd het donker. Torch. Kunnen we allemaal nog wat zien. Mag ik het minuutje alstublieft? Dank u wel. Major adjustment. Bigger. Bigger. En dat was mijn torch. En dan moeten we rotate down. Dat is iets te veel van het goede. Torch. Torch. Rotate. Up. En dan minor adjustment. Rotate down. Rotate down. Hoe ver naar beneden moet je? Volgens mij zijn we er wel aardig. Oké. Dan wordt het spannend hier. We zijn er al bijna. Dan kan ik hem dan niet gewoon deze nog even... Nee, ik kan hem niet groter maken, want dan is die... oneven met de eerste brug. Dus dat wordt een tweede, vrees ik. Een derde, vrees ik. Even kijken. Major adjustments. Size 2, size 3. Dan zijn ze even breed als het goed is. Yep. Alleen hij is veel te hoog. Rotate down. En dan zitten we hier in de rots. Maar we kunnen er overheen lopen. Dus dit werkt. We hebben een brug. Een stenen brug. Dit is wel gaaf. Hoe ziet dat er? Want ik heb het gevoel dat ik in de brug loop. Loop ik ook in de brug? Nee, ik loop nog mooi op de brug. Dat is goed. Geweldig. Fantastisch. Dus nu kunnen we gewoon elke keer naar de overkant lopen. Hoeven we niet elke keer te vliegen. Dan zou ik hier dus een dinootje kunnen neerzetten die wat meer gewicht mee kan nemen. Zodat ik niet zo vaak hoef te lopen. Dat is wel handig dit. Dit is super handig. Goed, ik ga even deze muur fixen en dan gaan we eens even bij daglicht kijken hoe dit eruit ziet. En gaan we daar metaal weghakken aan de overkant. En kijken of het terugspont. Dat zou mooi zijn dat het terugspont. Maar dat weet je niet. Want normaal gesproken is het zo als je ergens iets bouwt. En je hakt dan wat weg in de omgeving wat natuurlijk daar groeit. Het zijn stenen of bomen of wat dan ook. Dan groeit het maar terug maar tot een bepaalde afstand van hetgeen dat je gebouwd hebt. Om het maar zo kort ingewikkeld mogelijk te zeggen. Oké, genoeg geluld. Ik ga hier even wat fixen en dan zien we jullie zo. Oké, zo ziet het er overdag uit. Ja, het is gaaf dat we een brug hebben, maar het is niet echt realistisch. Er zit geen enkele steunpunt onder of zo. Dan weet ik ook niet of dat kan. Kunnen we hier een steunpunt onder maken? Een paar van die hele lange wall pillars, zeg maar, van die pilaren. Ik weet niet of dat gaat. Maar dit ziet er een beetje vreemd uit. Dit ziet er een beetje ja, niet echt geweldig uit. Oké, ik ga eens even kijken wat ik daaraan kan doen. Waarschijnlijk niks. Wow. Landen hier ongeveer, zoiets. Dus daar moeten we nog wat aan doen. Ik vind de railings ook niet zo geweldig. Die zijn een beetje hoog, kan er niet eens overheen kijken. Dan kan ik ze wegtoggelen. Even kijken, waar was dat ook alweer? Toggle rails. Dan krijg je dit. Dan heb je gevaar dat je eraf loopt. Ik heb geprobeerd om deze stenen dingen erop te zetten, maar ja, dat kan niet. Ik vind het er wel gaver uitzien. Eigenlijk. Rennen ze een beetje. We kunnen het verschil even bekijken hier. Het is dus of dit. En dan zie je geen reet. Of het is dit. Dit vind ik wel mooier. Maar ja, dan moeten we gewoon oppassen dat we er niet afvallen. Toggle rails. En de laatste doen we dat ook even. Oké, toggle rails. Hallo, nu, dank u. En hier komt u wel mooi aan. Oké, we gaan eerst eens eventjes wat spul wegkappen hier. En hopen dat het terugspont. Kijken of het terugspont. Het is jammer dat we de lengte en de breedte van de brug niet apart kunnen instellen. Anders had ik hem alleen langer gemaakt. Want hij loopt hier nu een stuk onder de grond door. Misschien komt hij er wel aan de andere kant uit. Komt hij er hier uit? Nee, gelukkig niet. Zo lang is hij dan weer net niet. Even kijken. Deze steen nog even weghakken. Ik
Oké, dat is het verste punt. Nee, dit is het verste punt. Oké, dan hakken we deze ook even weg. Dan gaan we kijken of ze terugspawnen. In verband met die brug. Zo ja, dan laten we het zo. Zo nee, dan moet ik toch een andere oplossing zien te vinden. Want dit ijzer heb ik voorlopig nog nodig. Want ik heb nog geen kwetsel. Dus ik kan niet naar de vulkaan. Ja, ik kan wel naar de vulkaan, maar dat heeft weinig nut. Omdat ik dan heen en weer blijf vliegen. Wow, laggy. Deze nog even wegtoveren. Ik moet ook even wat eten trouwens, zie ik. En drinken moet ik even halen. Maar goed, dat doen we straks allemaal wel. Eerst eens even dit ding weghakken. En weg. Ik zei en weg. Dan gaan we door. Mooi. Dat was die. Goed. Hopelijk spont dat terug. Kan hij tot nu toe lekker overheen lopen. En dan komen we bij ons huis aan. Ik denk dat ik aan die kant gegeven moment ook een gebouw ga maken. Als ik tenminste wat op de vulkaan heb staan. En als we dan makkelijk heen en terug kunnen. Dit moeten we natuurlijk ook nog een beetje leuker aankleden hier. Dit is wel grappig om wat stoeltjes neer te zetten of zo. Hier maar nog een deur in. Een normale wooden deur kan niet. Want dan heb je gigantische kier en dat vind ik lelijk. Dus we hebben een reinforced door nodig. Maar die kan ik nog niet maken. Die heb ik nog niet onderzocht. Kunnen we wel gaan doen, maar even niet nu. Oké. Dat was dit. Zo, nou veel beter dan dit krijg ik het niet. Wat een pokkerwijs, hè. Je kunt die pillars niet direct aan de brug vastmaken. Dus je moet beneden gokken waar het ongeveer komt. En dan moet je naar boven bouwen. Nou ja, dat heb ik ongeveer een stuk of 10 keer gedaan voor één pilaar. Want er zat er steeds een beetje naast. Het is nog steeds niet perfect. Want je kunt er niet doorheen bouwen. Dus ja, ze raken net de brug niet. Maar goed, van een afstandje lijkt het net alsof ze ondersteund worden. En dat was de bedoeling. Dus ja, dit is het resultaat. Ik vind het prima zo. Ik ga hem ooit vervangen voor een metalen brug. Dus dan moeten we toch weer opnieuw gaan doen. Dus het hoeft niet perfect op dit moment. Ik denk dat we daarmee wel aardig wat gedaan hebben deze aflevering. Dus daar sluiten we gezellig mee af. En tot de volgende keer zeg ik tegen jullie, have fun, enjoy your game. En tot later.